We zijn hier op de Woonboulevard in Almelo. Wat is hier vandaag allemaal te doen? Nou, vandaag is het heel leuk. Je kunt vandaag met de kidsbingo meedoen. Kun je kaarten winnen voor Beerse Bulten. En voor het Giga Konijnenhol. En voor de rest hebben wij heel veel leuke andere prijzen. Maar er is ook een hele leuke clown die ballonnetjes maakt voor kinderen. Je kunt gesminkt worden. Je kunt in de Kids Knutselcorner allemaal mooie knutselwerkjes maken. We hebben ponies op het plein. Nou, eigenlijk is hier van alles te doen, tweede paasdag. Nou, je hebt bij ons dus eigenlijk de reclamecommissie van Woonboulevard Almelo. En daar ben ik dus de marketeer van. En wat wij doen is naast de reclame ook heel veel beleving op het plein. Dat vinden wij heel belangrijk. We zijn bij Multimedia Center op de Woonboulevard in Almelo. En we hebben een leuk project gestart om geld in te zamelen voor een goed doel. De stichting Help Sebastiaan Staan. Hij heeft een vorm van MS, PPMS. En daarvoor is behandeling nodig in Rusland. Behandeling wordt vergoed, alleen alle kosten eromheen. Dat is een probleem en daar wordt dus geld voor ingezameld. Wij hebben hier bedacht dat we dat in het thema van de computers leuk kunnen doen door kinderen met computeronderdelen te laten knutselen in de vorm van een workshop. Afgelopen jaar zijn we begonnen met heel veel beleving op het plein. Had je bijvoorbeeld met kerst een ijsbaan waarbij je 2 weken lang gratis kon schaatsen. Maar ook met paas hadden we allemaal acties, Pinksteren, Moederdag. En dit jaar gaan we dat weer doen. En je kan via onze Facebook-site, maar ook via onze website ons in de gaten houden. En daarnaast maken we overal wel reclame, waardoor je dus ziet wat voor leuke maandelijkse acties wij hier allemaal op de Woonboulevard hebben.